belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Economische Ontwikkeling Ruud Sandro Seintje gaat binnenkort met importeurs en supermarkten om tafel zitten. Dat zei Seintje gisteren tijdens een vergadering in het parlement. Hij wil met de supermarkten en de importeurs praten over lagere prijzen voor producten die niet in het basispakket zitten. Volgens hem is dat belangrijk omdat Curaçao te maken heeft met een enorme crisis als gevolg van corona. De prijzen zijn hoog en die zouden waar het kan naar beneden moeten, aldus Seintje. Minister-president Kilmar Pek-Pisas vindt het belangrijk dat Curaçao investeert in de Free Zone. Daarom zal er voor het eind van dit jaar een wetsvoorstel komen om te zorgen dat de Free Zone nieuw leven ingeblazen kan worden. Pisas bezocht eerder deze maand Colombia en had in Cartagena gesprekken over de modernisering van de Free Zone aldaar, ook wat betreft wetten en regels. Na Qualectra, nós atuamos tempo para servir-vos, ora com mais de comunico. Chiama no centro di cliente a telefono 0800-035 di già luna per già vierne fuori di settore di mente e con settore di noci per turno servizio non off per transita. Se vuoi che transita per già sabra, tambe per ora. Per scogliere per trabocita, riva acqualectra.com e provecia a mezz'ora pone il documento na cerca per la visita cerca nos vai mais fácil. Sì! Aqualectra su centro di cliente orta clapa sir bibu na e momento cuta cumini abo. Curaçao heeft eerder deze week het eerste geval van monkeypox, apenpokken, geregistreerd. En afgelopen woensdag is er in de ministerraad gesproken over het conceptlandsbesluit tijdelijk aanwijzen monkeypox-virus als besmettelijke ziekte. Dat wordt nu voorgelegd aan de directie wetgeving en juridische zaken. Op die manier kan het monkeypox-virus als besmettelijke ziekte worden geregistreerd. En dat heeft weer gevolgen voor de maatregelen die kunnen worden genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, APC, heeft aangekondigd te starten met de herontwikkeling van Waterfort Plaza. Dat gebeurt wel met de nodige voorzichtigheid, want na uitgebreid onderzoek de experts is geconstateerd dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in delen van het hotelcomplex. Dat moet voorzichtig worden weggehaald. Daarom zegt het APC dat het proces van herontwikkeling op verantwoorde wijze en met de nodige voorzichtigheid wordt aangepakt. Een huis aan de Calle Augusto Fray in Otrabanda is gisteren volledig uitgebrand. Er staat op de voorpagina van de Extra vandaag een foto van de brand. Op het moment dat de brandweer aankwam, was het vuur al erg hevig. De brandweer kon niet meer dan de omliggende huizen beschermen om te zorgen dat het vuur niet over zou slaan. Het huis zelf is volledig uitgebrand. Gisteren is het nieuwe kantoor van Dienst Openbare Scholen DOS geopend in de Oranjestraat. Dit kantoor is gevestigd in een oud schoolgebouw. Minister van Onderwijs, Sietre van Heidoorn, liet gisteren weten dat dat goed beleid is van de overheid. In plaats van dure gebouwen te huren, moet er gebruik worden gemaakt van de onderkomens die de dienst zelf al heeft. In de zaak Flamingo op Aruba, die gaat over het onder de tafel verkopen van vergunningen voor terreinen, is er veel geld in beslag genomen van oud-minister Otmar Audibert. Gisteren werd bekend dat hij dat geld terugkrijgt van het Openbaar Ministerie. Hij had al aangekondigd een zaak daartegen te beginnen, maar nu is bepaald dat hij het geld terugkrijgt, hoewel de ex-mandataris niet wil zeggen om hoeveel geld het gaat. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.